Een groep trouwe Turkse voetbalfans hebben zondagavond het Hofplein ingenomen. Dat deden ze om te vieren dat Galatasaray landskampioen van Turkije is geworden. De tegenstander Sivasspor werd met 4-2 verslagen door de ploeg van onze Wesley Sneijder. De elf uit Istanbul heeft nog 2 wedstrijden te spelen, maar zijn niet meer in te halen door de 10 punten voorsprong op Fenerbahçe. Vanwege de feestelijkheden op het Hofplein kon verkeer richting de Schiekade geen doorgang meer vinden. Ook trams konden tijdelijk geen gebruik meer maken van de rotonde met de welbekende fontein. Het verkeer werd door de politie tijdelijk omgeleid.